Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag hebben we een afwisseling van toch wel geregeld zon, maar ook soms donkere wolkenpartijen die over het land trekken en er komen een paar buien voor, op dit moment met name in het noordwesten van het land. Later op de dag wat meer in het binnenland, in de kustprovincies wordt het dan grotendeels droog en schijnt de zon daar ook flink. Het is vandaag niet heel warm, zo'n 19 tot 22 graden. En er waait ook nog eens een stevige wind uit een westelijke richting, windkracht 3 tot 6, en die maakt het gevoel nog net eventjes wat koeler. Vanavond neemt de bewolking verder toe en dan gaat het later vanuit het zuidwesten uit regenen. De meeste neerslag trekt in de nacht over de noordwestelijke en noordelijke helft van het land. Morgen vroeg trekt de regen dan weer weg, maar vervolgens ontstaan er weer buien later op de dag, met name verder in het binnenland, ook met kans op onweer door 20 tot 24 graden. Ook op zondag hebben we te maken met verspreid buien, ook wel een beetje zon middagtemperatuur rond een graad of 22. Maandag is het aantal buien minder, maar helemaal droog blijft het niet, een graad of 21, en dan dinsdag weer enkele buien en een graad of 23. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.